Sander Ven realiseerde voor de gemeente Pijnacker-Noorddorp de 900 meter lange Nieuwe Komkommerweg. Een parallelweg, een fietstunnel, de kruising en een rotonde over de nieuwe verkeersbrug over de Delfgoudse Vaart. Constructieve uitdagingen waren de rotonde en de fietstunnel. De 300 meter lange fietstunnel is gefundeerd op ruim 300 heipalen, ligt 6 meter onder het maaiveld en maakt de slinger van links naar rechts, van boven naar beneden en terug. Voor de rotonde over de Delfgoudse Vaart zijn langs de vaart stalen damwanden geheid en 2 betonnen landhoofden gebouwd, waarop liggers zijn geplaatst en waarover een deel van de rotonde uitkraagt. De nieuwe Komkommerweg verbindt de N470 met de N473 en vormt daarmee een nieuwe ontsluitingsweg voor de aldaar gevestigde glastuinbouwbedrijven. Op deze manier zijn de woonkernen in het glastuinbouwgebied van verkeer ontlast en zo de leefbaarheid en woonkwaliteit verbeterd.